Goedemiddag klas 1. We gaan vandaag vraag 3 behandelen en vraag 4. Gaan we kijken. Ik zal hem voorlezen. In de tuin staat een rode roos. De roos staat in de zon. De stengel en de bladeren van de roos zijn groen. De bloem van de roos is rood. Maak in het vak hieronder een tekening van de roos in het zonlicht. Kleur de delen in de juiste kleur. Nou, ik heb al even geprobeerd zo goed en zo kwaad als ik kan een roos te tekenen. En dan staat hier in het linkervakje roos in zonlicht. Dat betekent, je moet hem inkleuren zoals je hem ook gewoon buiten ziet staan. Nou, ga hem inkleuren en dan kleuren we de bloem rood. En de steel en de blaadjes kleuren we groen. En dan komt de roos er zo uit te zien. Gaan we naar vraag B. Je plukt de roos en zet hem in rood licht. Dat wil zeggen, je neemt hem eigenlijk mee naar binnen naar een donkere kamer en je zet er een rode lamp op en er is geen ander licht. Hoe zie je de roos dan? Als je nu het boek goed gelezen hebt, je hebt de filmpjes gekeken, dan weet je waarschijnlijk nu dat een rood vlak kan rood weerkaatsen, een groen vlak kan groen weerkaatsen, maar een groen vlak die weerkaatst alleen groen en alle andere kleuren die erop vallen, die neemt hij op. Die weerkaatst hij dus niet naar jouw oog. Als ik nu een groen vlak heb en ik schijn een rood licht op in een donkere kamer, dan wordt het rode licht dus opgenomen, want het is geen groen. Wat zie je dan? Dan zie je zwart. Ik kleur het groene vlak in rood licht dus zwart in. De bloem zelf kan wel rood weerkaatsen, want rood weerkaatst gewoon rood. Ook als er rood licht is, wordt er dus rood weerkaatst. En dan zie ik dus een rode bloem. Die kleur ik even in. En zo ziet de roos eruit in rood licht. Ga ik naar vraag C. Je zet de roos nu in groen licht. Maak een tekening van de roos en kleur de delen in de juiste kleur. Er gebeurt nu eigenlijk hetzelfde als bij de tweede tekening, maar dan andersom. Het rode vlak kan alleen rood weerkaatsen. Alle andere kleuren, dus ook groen, worden opgenomen door de bloem. Het groene vlak weerkaatst alleen groen en neemt alle andere kleuren op. Dus als ik met een groen licht op een rode roos schijn, wat zie ik dan? Dan zie ik dus de stengel groen, maar de bloem weerkaatst geen rood, want die wordt opgenomen en die wordt dus donker of zwart. Ik ga het even inkleuren. En de stengel groen. En zo ziet de bloem in het derde vakje eruit. Gaan we naar vraag 4. Naomi heeft een mooi setje kleding in een pas geopende boutique gezien. De boutique is verlicht met mooie, hippe kleuren licht. Welk advies geef jij Naomi voor ze de kleren koopt? Nou, het lastige is natuurlijk, als je wil weten hoe de kleren er echt uitzien, dan moeten alle kleuren goed op de kleding vallen, want dan worden de juiste kleuren weerkaatst in je oog. In een winkel zijn de kleuren soms wat warmer en wat geler of wat roder, waardoor het er wat gezelliger uitziet. De kleuren in kleding die komen dan niet altijd goed naar voren. Dus als jij goed wil kijken of de kleding echt mooi staat zoals jij het bedoeld hebt, welk advies zou je dan geven? Loop even naar de ingang en bekijk even hoe de kleding er in het zonlicht uitziet. Welk advies geef je de eigenaar van de boutique zodat klanten niet snel terugkomen om hun kleding te ruilen? Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, zorg voor een andere belichting. Dit is vraag 3 en 4.